verehrteste Damen und Herren, ich halte es für Gastespflicht, den Hausherrn Danke zu feiern. Doch Redner, das bin ich nicht. Ich sag darum in aller Kürze, die bekanntlich immer die Würze. Der Baron gab heute sein Bestes, wir bringen ihm ein dreifach hoch. Drei Mal hoch, wir geben des Bestes, er liebe drei Mal hoch. Wenn ein Fall dieser Abend findet, den man mir herzlich dargebracht, so hat es nicht nur mich als Hausherrn, auch als Gesandten stolz gemacht. Des Festes höhere Bestimmung ist nicht nur Amus Mach allein. Sie gilt dem Geburtstag des Fürsten, dem Patriotis mir und sein. Bin Landesvater per Procura, drum rührt mich Patriotis, denn ich bin also in Figura, kommt der Vitro im Paris. Also Landesvater per Procura, drum rührt mich Patriotis dies, dat ik u herinner aan uw plichten als gastvrouw. Maar zou u willen informeren of mevrouw Klaver hier inmiddels is aangekomen? Ja. Mevrouw Klaver? Ja, het diplomatieke zet van me. De geschiedenis van die mevrouw Klaver wenst te gaan het ongelofelijke. Ja, als dochter van een doodarme pachter werd zij op 20-jarige leeftijd ten huwelijk gevraagd door de schatrijke portier Klaver. Eerst weigerde ze, maar enige tijd later trouwden ze toch met hem. En waarom? Misschien om zich te wreken op een ander. Best mogelijk. Hij was overigens een hoogst welopgevoed man. Hoe weet u dat zo? Omdat hij na een paar maanden huwelijk al stierf en mevrouw een vermogen naliet van zo'n slordige 500 miljoen. Drop Mals. Je ziet, prinsen, er zijn nog wel edelmoedige mannen. Ja, en dat eenvoudige landsmeisje is dat nu per se een voorname dame geworden. Ze draagt nog steeds haar harte getoon. En ze is nog steeds allernicht. Dames en heren, de danspauze is afgelopen. €500 miljoen. Meneer Brioche. Heeft u het voornemen om die weduwe te huwen? Als ze me hebben wil. Je koketteert! Mevrouw Klaveri mag niet met een Parijsenaar huwen. Die 500 miljoen moet ik voor het vaderland proberen te behouden.
helemaal niet meer. Ik haat met Ihnen zu sprechen. Ich möchte Ihnen ein Wort nur sagen. Sag ich's auch nicht, sie hören es noch. Nur einmal möchte ich es sagen noch. Ach, liebster Freund, warum sich so quälen? Wir haben ein Ende. Ein Ende? Ich will sie vermählen. Vermählen mich? Nie darf das sein. Ich liebe nur dich. Nur dich allein. Wenn ich erstiehlt, sie wissen, dass ich dies nicht hören will. Ich bin deine Hochstandgebrauch und stets mit der Ehrengedacht. Ich will den Leiden und gar kein Preis für das Leben. Es ist jeden Tag. Eenmaal in zijn leven heeft het vaderland hem nodig
En hij is toen ik hem echter zei dat uw excellentie hem dringend moest spreken, beloofde hij onder het emmertje te gaan staan. Onder het emmertje? Om nuchter te worden. Hij kan ieder ogenblik hier zijn. En uitgerekend hij moet voor het vaderland 500 miljoen verdienen. Verdienen? Met uw verlof, dat heeft hij nog nooit gedaan. Als hij komt, dien hem dan ogenblikkelijk bij mij aan. Het vaderland roept hem. Wat is er aan de hand? Mevrouw Vlaanderen is aangekomen. 500 miljoen. Mevrouw Vlaanderen. Zet de reden op een vrolijke manier die loestige witwe. 500 miljoen. Mevrouw Vlaanderen. Excellentie, de eer is geheel aan mij. Als u de dan moet u met haar moet je trouwen. Vrouw
oorlog te wijten aan de meneer de Rosselljong voorstel. Hij verzoekt om de balboekje. Oh, jawel. De pauze is nog vrij. Nee, niet in de pauze. Mijn heren, ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om u allen voor morgen uit te nodigen. Voor het feest dat ik geef ter ere van de verjaardag van de vorst van Pop de Wereld. En ik wil u verzoeken te verschijnen in het traditionele kostuum. Dus, meneer Rosselljong, voor de dans die u vandaag niet kan toestaan, zal ik u morgen schadeloos stellen. We zullen dansen tot u er proppen in uw buiten krijgt. Dat verbied ik je. Wat bent u nog een heerlijk natuurkind. U heeft wel iets in uw optreden van graaf Danilowitz. Ja, waarom vergelijkt u mij met hem? Wel, niet omdat... Bied haar je uit. Maar omdat... Nou, ja. Mag ik ervoor gaan naar de andere? Mag ik zo vrij zijn, mevrouw? Op het land, mag ik zo vrij zijn? Dit is om gek van te worden. Dit is de arm van de vader. Hallo. Hoe is het me aankijken? Hoi, mij dan. Ze niet mee toegelaten. Nee, ook. Ik vrouw me haar. Ik ook. Goed, dan ga ik met haar trouwen. Ja, wacht eens. Dit is om stapelgek van te worden. Het vaderland roept me. Hier ben ik. Waar is er nu het vaderland? Ik zal het land van het vaderland gaan pakken, heerbaan! O vaderland, you mark my path. Jean genügert mich und plat. Die Nachtprophete Diplomat. Doch meinte, dass es ihm privat. Um ein bin ich schon im Büro, da bin ich gleich drauf anders vor. Bei meinem ganzen lieben Tag, nicht immer im Büro sein mag. Erstarte ich euch ehrlich, so tue ich meistens selber nicht. Ich verkaufe ich niemand ein Diplomat und Schweizer frei. Die Akten halten die bei mir, ich nehme dir zu viel. Papier, ich tau die Fäde selten ein und komm da in den Heim. Kein Wunder, wenn man so viel tut, dass man am Abend gern ruht und sie bei Nacht was man dort nennt, Erholung an der Arbeit. Da Gott bin ich sehr intim, ich nutze alle Damen, durch sie mein großen Namen. Lalo, Gogo, Juju, Klamla, Gogo, Frufru, die lasse mich vergessen, was eure Wetter an, dann wird schon bald me opeist. Hier ben ik. Ik heb u nog niet bij zijn excellentie kunnen aandienen, omdat zijn excellentie in gesprek was met mevrouw Glavary. Zeg het, Diego's, het vaderland moet met mij geen grapjes uit gaan halen. Oh, dat zal ik naar het vaderland gaan overbrengen. Ik zal u gaan aandienen. Diego's, luister. Er steekt iets in mijn hersentjes. Dat is niet mogelijk. Iets wat er niet in hoort. Ah, Champy! Ik moet eerst eventjes rusten.
stupitie, zoals wij dat in Pontevedra zeggen. Een institutie vervoegd. Goed, goed, goed. Dan zal ik u wat later gaan aandienen. Ja, ja, een beetje veel later. Al die spijkertjes. Ga maar even slapen. Ja, ik zoek een schrijftafel. Oh, moet u nog werken? Nee, maar als ik een schrijftafel zie, val ik vanzelf in slaap. Oh, gaat nu maar uw spijkertjes telegraaf. Servus, Diegus. Zeg graag, hoe heet dat ene dametje? Lalo. Oh, die met die goudblonde lokken. Jojo. En dat prachtige balkonnetje. Klaklau, mago, vroeg, vroeg. Ik heb er één meer dan genoeg met uw verlof. Dat ik een kleine verhouding heb met een gehuwde dame. Dat ik die zal verbreken en dat ik dan de weduwe ga huwen. Ook ik heb mij veroorloofd een kleine liaison te hebben. Ook met een gehuwde dame. Ook ik zal deze verbreken en ik zal al het mogelijke doen om de weduwe te huwen. Oh! Geloof mij nog te dansen. Ja, ja, alstublieft, heren. Ik ben doodmoe. Gun me toch een ogenblikje rust. Maar, u hebt nog een... Ja, verdwijn. Zegt dat u met ons te dansen. Onvastbaar. Eindelijk is al mee. Oh, maar er ligt al iemand. Hij slaapt. Meneer, Parijs, uitstappen. Hanna, ben jij het? Pardon, mevrouw. Ja, juist. Ik verzoek u mij mevrouw te noemen. En ik verzoek u mij niet meer Daniel te noemen. Alsjeblieft geen gesprek te voeren, wel. Bent u bang iets te horen over? Oh, ik ben niet bang. Maar ik wil liever niet herinnerd worden aan een voornaam jong heerschap dat me vroeger vaak bezocht en dat ervoor zorgde dat ik dan over mijn oren verliefd op hem werd. Maar ik bezat slechts twee armzalige jurken en één afschuwelijke hoed. Zoiets trouwt me niet. Op zekere dag liet hij me dus zitten. Een zeer voornaam heer, vindt u ook niet? Weet u ook waarom hij u niet zit? Omdat hij niets in de beurs had, naar veel zin had. En wat dan wel? Het beeld van een jong meisje dat met twee armzalige jurken en een afschuwelijke hoed bezat. Zijn droom was haar te vrouw te hebben. En omdat hij haar een goed leven wilde geven, zette hij bij het gokken alles in wat hij bezat. Maar hij verloor. Er bleef niets anders over dan een herinnering. De herinnering aan het liefste meisje uit zijn jeugd. Veel verdriet schijnt het u niet te hebben gedaan. Want ik ben op de hoogte van het leventje dat u leidt. U weet zo wel bijzonder goed en troosten. Ik bewonder u. Ik bewonder u niet minder, mevrouw. Want u was al binnen zeer korte tijd gehuurd met een bankier. Mijn compliment. 500 miljoen. Ja, 500 miljoen. Hanna! Wat is er? En niets. Men heeft me vanavond al wel 100 maal gezegd. Ik heb het niet. Was het dat wat u wilde zeggen? Nu dan, mevrouw. Dat is het enige dat ik weiger te zeggen. Ah, als ik zou willen. Het zou verloren moeite zijn. Och, nog op niets uit. Des te beter. U zult u dus niet zeggen, ik heb u lief? Ik zweer u dat ik u nooit zal zeggen, ik heb u lief. Nooit? Nooit. Waarom niet? Omdat ik dan zou liegen. De graaf Danilo? Ha,
U noemt me bij mijn naam. U ontloopt me? Of bent u nu al bang dat u uw woord niet zult houden? Oh, helemaal niet. Ons? Uw handschoen. Een tweegevecht dus. Als u wilt. Nee. Oh. Mevrouw, onze wals begint zo dadelijk. Ja, maar heren, ik kan toch niet met u beiden dansen? Nou ja. Nee. Nee. Je moet hem vinden. Jij hebt erop geschreven en ik bemin u. En ik ben een fatsoenlijke vrouw. Dat zeg je onophoudelijk. Omdat ik bang ben het te vergeten. En die weduwe zal met je trouwen. Zoek nou alsjeblieft. Goed. Valenciennes. Hou daar dan toch mee op. Het lijkt op niets. Ik ben getrouwd. Helaas niet met mij. Nee, helaas niet. Maar mijn beste Kromhoff, het lijkt mij iets te ver gezocht. Wat ik u zeg, excellentie, die waaier is vast van mijn vrouw. Zij corporteert voortdurend en dit is eindelijk het bewijs van haar ontrouw. Valenciennes. Deze waaier? Op die waaier staat, ik bemin u. Zo? Ja, maar die is vast van mijn vrouw. Zeg wat die van jou is, anders dood is een vrouw. Maar kindlief, dit is toch jouw waaier? Ach ja, nu zie ik het. En wie heeft er dan voor u opgeschreven, ik bemin u? Wie anders dan mijn lieve man? Ja, wie anders dan mijn lieve man? Haar lieve man? Toen ik de waaier van hem kreeg. Als dat het geval is. Ze zegt het toch zelf? Verontschuldig mij, excellentie. Ik word dadelijk naar mijn Olga om haar iets liefs te brengen. Ze is pas van aan het koketteren. Geef maar. Dan zal ik hem zo discreet mogelijk aan mevrouw Kromhoff ter hand stellen. Dat kan ik toch ook. Nee, dat doe ik zelf. Ah, mijn beste graaf. Excellentie. Ik heb iets belangrijks met u te bespreken. Ach, meneer Drosselion. Wees zo goed en bied haar excellentie de arm. Met het allergrootste genoegen. U bent mijn man. De waaier is gevonden. Wilt u iets voor het vaderland doen, graag? Nee, tot uw dienst, excellentie. Als ze maar binnen me vermogen. Daar ben ik van overtuigd. U kent immers de vrouwen als geen ander. Oh, gaat het om vrouwen? Het gaat slechts om één dame. U moet trouwen. Voor het vaderland? Ja. En dat vaderland verlangt zonen en dochters van u. En wie moet ik trouwen? 500 miljoen. 500 miljoen? Ai, ai, ai. Mevrouw Glamour. Nooit, oh nee, niet met haar. Maar zij is toch... Dat volg ik 500.000 miljoen. Maar stel dat mevrouw Glamour een Parijzenaar zal huwen. Dan verliest ons dierbaar vader op de 500 miljoen. Maar ik... En dat mag niet. Maar ik trouw niet met haar. Wel verdraaid, waarom dan niet? Omdat ik niet wil trouwen, nooit. Schrikkeldaald! Schrikkeldaald! Nu kan ze kiezen wie ze wil. Dan zal ik me best een allerjongste kandidaat van afstand te houden. Het vaderland zal u ervoor lopen. Daar een bal, daar een roepen er in zijn zaal. Ja, ik liep, mijn vrienden, ik zie toen ik liep.
doch ist keine Dummheit. Keine Dummheit, nur eine einzige Wut. Diese Knaben müssen fort, diese Knaben müssen fort. Knäblein, bettelt ruhig heute. Ich hol am Eingeblitz am Leiter. Ein neuer Konkurrent. Der
Mein Gott, die Welt an mich doch.
laatste feest kon ik vaderland verzegelen. Ik heb nog een bijzondere verrassing voor graaf Daniel. Zo. Ik heb Jegus in de arm genomen en door zijn tussenkomst hebben we de danseressen zo ver gekregen hier naartoe te komen. Speciaal voor graaf Daniel. Dus de grisettes van het Maxime staan straks voor onze neus? Jazeker. Lolo, dodo, jojo, jo. Glololo, u kent ze allemaal, vrouw. Ja, Daniel. Zeer intiem, zeer intiem. Natuurlijk, voor zover ik met mijn karig inkomen intimiteiten kan veroorloven. Wilt u mij wel verontschuldigen, excellentie? Mijn plichten als gastvrouw, nietwaar? Dames en heren, mag ik u verzoeken mij te volgen? Waar zit hij toch? Weer onder het emmertje? Nee, hij komt er niet. Hij zei, dat feest kan me gestolen worden. Heb je wel niet aan het verstand gebracht dat ons vaderland hem dat verplicht? Hij antwoordde, het vaderland werkt op mijn zenuwen. Hij komt dus niet. Geen 10 ossen slepen hem hier naartoe. Al was uw excellentie er zelf bij, heeft hij gezegd. Dan komt hij ook niet. Nee, dat heb ik al gezegd. Gelukkig, u bent er. Die Rosselion aast op de miljoentjes. Camille? Helemaal niet, helemaal niet. Camille is alleen maar verliefd. Verliefd? Op wie? Op een, met verlof, gehuwde dame. Zo. En wie is die gehuwde dame? Oh, dat zou ik echt niet durven zeggen. Jammer niet. Maar ik ga er werk van maken. En wat zal de man van die getrouwde vrouw daarvan zeggen? Ach, dat zal wel een of ander oude ezel zijn. Inderdaad, excellentie, inderdaad. Oh, kijk, mijn vrouw en meneer de Rossillon. Zij moeten bij de Rossillon op aandringen dat hij die gehuwde vrouw die hij lief heeft trouwt. En afziet van mevrouw Glavry. Jegus, ga haar excellentie zeggen dat ik haar moet spreken. Mijn beste graaf. U moet mij een handje helpen. Misschien brengt dit u op het goede spoor. Dat wil ik ophelderen. En als ik iets wil... En als u iets wilt... Mevrouw. Ik zei, en als u iets wilt... Wel, dan doe ik het niet. U wilt het en u doet het niet? Zeer juist, mevrouw. Dan vertoont u wel veel overeenkomst met die domme ruiter die altijd paradeerde, maar nooit overging tot de aanval. Oh ja, dat oude liedje. Ja, over die domme ruiter. Hoi, midden op de schout. Hoek die schmucken Raute, nimm die einer Mut zur Braut, oder sprengt ihr weiter. Euer Mädel, lass sie nicht, kann man dir glauben, tun die Licht und ihr Licht, frisst deinen Augen. Mädel schaut und Mädel guckt, dass er mich ins Herzen sucht. Dumme Reitersmann, hopp, 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 hopp,
Reiter guckt und der Reiter lacht, will's mich dann gut nach. Meiner, meiner, meiner Wahl, ich hab dich ein zweites Mal. Nogal wat werk van mevrouw Kraan. Sambrios! U zegt het. Ja. Oh, ik ben niet jaloers. Maar hij zal ervan lussen. Oh, wat is hij nou? Ja, zo, zo. De Sambrios is er, arme Krommel. Maar voor wie heeft Camille dit dan toch geschreven? Van u en zijn vrouw. Dat is niet zo. Ach, daar zijn de heren. Weet u waarover wij spraken, wie waren de Bogdanovics? U gaat toch niet? U bij alstublieft het verzoek over bedrogen echtgenoten. En wat denkt u dat de man zal doen die door zijn vrouw bedrogen wordt? Ik zou hem geld maken.
Ik krijg het er warm van. Wilt u zo vriendelijk zijn dit kaartje aan mevrouw Blaberi te geven? Deze ook. Waarover beraadslagen de heren? Over de vrouwen, excellentie. Daar hoef ik me gelukkig geen zorgen over te maken. Wie die wijver? Wie die wijver? Mama handelt voor die aan. Eine so wie andere ander, da gibt keinen Platz zu klagen. Dass die Weiber, dass die Weiber, treut bleiben, also wie, das hat man noch nicht ergründet. Das gibt keine Theorie. Der eine Mann von Komplimente, so und so und so und so, und schreiten, schreiten ohne Hände, so und so und so und so. Men zeggen dat u voor iets op de bent. Wat zou men zich dan vergissen? Mag
u nog iets vragen? Natuurlijk. Zou ik moeten hertrouwen? Zo ja, met wie dan wel? U kunt gerust trouwen met wie u wil. Ik verzeker u dat het mij volkomen op een schiller laat. Ach, toch doet het me hier pijn. En op uw bruiloft zal ik uitgelaten en vrolijk zijn, dat verzeker ik u. Waarom spreekt u zo? Dat weet ik niet. Jaloers misschien? Ik? Jaloers? Ik? Ja. Haha. Ik ben jaloers geworden. Ik ben jaloers op zeer veel mannen. Maar niet op de man die de uwe zal worden. Oh. Wat is dat? U bent een... Wat? Niets. Ik van woede. Ik bemin u. Ah, ik begrijp het. Meneer de Graaf. Mevrouw. Weet ik nog van vroeger, toen ik arm was en u rijk? Maar natuurlijk. Nu zie ik weer dat eenvoudige meisje met een afschuwelijke jurk en een afschuwelijke hoed. Ze is nu een dame en heeft een sleep van aanbidders. Gaster Dielewitz. Excellentie. Heb je al ontdekt wie die dame is waarop de Rosse Joop verliefd is? Nee, nog niet. Jammer. Ik heb mijn vrouw verzocht meneer de Rossio uit te horen. Kijk, hoe koket ze tegen hem spreekt. Wat een kleine diplomate. Ik wed dat hij haar de naam van die vrouw zal noemen. Excellentie, excellentie, een dringend schrijven. Ach, van het ministerie. Indien uw excellentie mij veroorloopt. Het is een bericht, excellentie, over 500 miljoen. Oh, wie? De miljoenen van mevrouw Glennen. Laat me even denken. Weet u wat, heren? Kom om precies 8:00 in het paviljoen. Daar worden we niet gestoord. Dan zullen we het telegram naar rijp beraad opstellen. Zoals uw excellentie beveelt. Om 8:00 precies in het paviljoen. Kom mee, graag. We mogen ze niet storen. Misschien heeft ze nog niet alles uit hem gekregen. Nu, goed dan. Ik zal gehoorzamen. Maar geef me dan tenminste iets dat me aan je herinnert. Je wilt een aandenken. Hier ligt je waaier. Oh, gelukkig. Deze waaier geef ik jou als aandenken. Heb jij een foto? Jazeker. Ik ben een fatsoenlijke vrouw. Valencien. Mijn vrouw heeft vernoemd. Wie zie mij spelen? Ik wil sie müssen sich vernehmen, sie müssen heute noch mich ansprechen. Nun gut, ich tu's, doch ihr das Herz mir brechen. Darf ich nicht? So ist das recht, so hab ich nicht mehr. Ich muss dich küssen. Ich mache mich böse.
zum Abschied, du Süße, einen letzten Kuss. Mach dich sieh nur den kleinen Pavillon, hier kann ich die Strick verschieben. Oh, dieser kleine Pavillon, lautet nicht an wird genannt. Oh, nein, dunkel und dunkel, mir lacht wieder und schlecht. Oh, mit dem kleinen Pavillon, kommt in diesen Raum nicht. Meneer de Graaf, de dame van de Rossignol is ontdekt. Wie is er? Dat weet ik niet. Ze is met hem in het paviljoen. Ik hoor hem. Excellentie, afluisteren mag niet. Iemand ziet het toch. Hij spreekt over trouwen. En de dame? Dat weet ik niet. Ik zal eens kijken. Excellentie, mag ik ook eens kijken? Ze staat met de rug naar het sleutelgat. Laat me toch even kijken. Nee, ik wil ontdekken wie het is. Ze draait zich om. En? Oh. Oh, nee. Wie is het? Oh, oh. Wie is het dan? Oh, nee. Zegt u dan toch wie het is? Oh, oh. Mijn vrouw. Die van u? De mijne. Vergist u zich niet, excellentie? Nee. Oh, nee. Maak open! Maak open, zeg ik! Wie vraagt het wil? Haha, nou, hoe kan u? Maar ik ben blind, ik zag er nou. Haha, nou, hoe kan u? Mijn ganse geist is hier. Jetzt bin ich sage etwas klar. Wo ist denn meine Frau? Ich bin stumm und starr. Was ist geschehen? Verspricht der Frau? Haha, nou, hoe kan u? So sei doch endlich still. Ich sah dort eine. Dame, kurz zuvor, ich guckte schnell durch das Loch. Das war gerade nicht der Fall. Ich habe fragt, die meinen Ohren nicht, wie dieser Herr da, ihr Liebe schwor. Die
Johanna. Ik heb geschworen, es war meine Frau. Mein lieber Mathilde steht in der Mund. Ich lass mich mal haben und sei ruhig frei. So sehr sich liebt,
der Politik, auf Naturen. Jawohl, ich schildere nicht so stark, es ist etwas wahr im Staate Dänemark. Thank you.
amigos, is het je gelukt? Ze zijn er allemaal. Prima, prima. Bovendien ben ik zo vrij geweest om het interieur van het cabaret zo'n beetje na te bouwen. Van het echte Maxime? Compleet met zijloge en balkon. Doe maar. En, excellentie, ik heb uw vrouw bereid gevonden zich voor de grap uit te geven voor een crisisje. Valenciennes dans dus mee? Dat heeft ze me wel beloofd, ja. Mijn vrouw? Jongen. Vieren, vier, grisette, kokketierend al en al. Trippel, trippel, trap. En met kortlak haar, stroplappen, trippel, trap. En met huid en schuur, koketten, gingen wir dan al en al. Ja, we zitten stil, grisette, van Paris en Cabaret. Denk aan de 500 miljoen. Financiële crisis nadert. Is niet binnen 24 uur een gunstige wending ingetreden, dan staat het vaderland voor een bankroet. Een bankroet! Dan kan het hele vaderland nog gestolen worden. Mevrouw Glamoury, als zij ook maar iets voor het vaderland over heeft, moet zij een landsman trouwen. Bravo! Graaf Danilowitz, u moet dit bij haar bewerkstelligen. Bravo! Ik zal mijn uiterste best doen haar zover te krijgen dat ze zich voor het vaderland opoffert. Lukt dat niet, ga ik in een klooster. Bravo! Ja, in een nonnenklooster. Bravo! Dames en heren, mag ik u verzoeken mij een ogenblik met haar alleen te laten?
Mevrouw, ik heb u iets te zeggen. Staat u me toe? Oh, zeg het maar. Gaat u zitten als ik u bezoeken mag? Met u op plaats. Zo is niet belangrijk. Ik zal proberen het u zo hoffelijk mogelijk te zeggen. Ik verbied u, meneer de Rassion, te huwen. U verbiedt? In wiens naam? Ik spreek in naam van het vaderland. Omdat, wanneer uw vermogen overgaat in handen van een vreemdeling, het vaderland failliet is. Dat laat u volkomen koud. Dus het lijden van het vaderland laat u onverschillig? Het laat u dus onverschillig wat hier voor dit gezien staat. Van hoop en gekweld door jaloezie. Het heeft gekracht u te vergeten, maar het kan het niet. Heeft u nog steeds over het vaderland? Waarover zou ik het anders hebben? U hebt gelijk. Arm vaderland, terwille van u eet het niet meer en slaapt het niet meer. Zoveel verlang ik echt niet van het vaderland. U hebt toch geen idee van wat het vaderland zal lijden als u mevrouw de Rassion wordt. Geen haar op mijn hoofd die daaraan denkt. En het paviljoen dan? Welk paviljoen? Het paviljoen waarin u met hem zat. U heeft zich schandelig gedragen. Ja, ik was daar. Maar niet als vrouw. Als wat dan? Als een bliksemafleider. U bedoelt? Om een vriendin te redden die haar man bedroog. Ik nam haar plaats. Dat heeft u gedaan? Hanna, daar staat ons dus niets meer in de weg. Toch wel. Er staat ons al immers 500 miljoen in de weg. Die Schritte sagen bitte,
En wat zijn uw bevindingen, graaf Danilowitz? Ik kan u heugelijk nieuws melden, excellentie. Mevrouw Glavary huwt de Rossillon niet. Bravo! Hoe kan een dame zich dan zo compromitteren? Van compromitteren is hier geen sprake. Mevrouw Glavary had alleen de plaats ingenomen van een ander. Van een andere dame? Van een gehuwde dame. Ha! En wie was die dame? Dat weet ik niet. Oh, daar is vast een leuke meivrouw geweest. Ach, mijn arme beste grootman. Dus, Valenciennes? Mevrouw Glavary trouwt meneer de Rossillon niet. Gelukkig. Zij heeft om een getrouwde dame te redden haar plaats ingenomen. Excellentie, excellentie, men heeft in het paviljoen deze waaier gevonden. Mijn waaier. Deze waaier heb ik u toch gegeven? Ja, excellentie, maar ik heb het verloren. In het paviljoen. Het handschrift van mijn vrouw. Ik ben verloren. Nu is alles duidelijk. Dus het was toch mijn vrouw? Niet? Was het mijn vrouw? Ja, excellentie. Maar het is toch anders. Mevrouw, ik laat me van u scheiden. Ach, wat, ik ben al gescheiden. Mevrouw, ik ben vrij. Ongehuwd. Gescheiden. Waarom? Daarom. En ik veroorloof me in naam van mijn vaderland uw hand te vragen. Alvorens u te antwoorden, excellentie, moet ik u nog zeggen dat u het vaderland in slechte dienst bewijst. Omdat het testament van Wijlen mijn echtgenoot zegt dat ik mijn gehele vermogen verlies wanneer ik een tweede huwelijk aanga. Wat? Dan bezit u dus geen Duits? Dan ben ik straatarm. Ik had gezworen het je niet te zeggen zolang je rijk was. Maar nu je arm bent. Ik hou. Hij neemt haar! Zonder geld! Het doet er niet toe of ik arm zal zijn. Omdat het testament verder zegt dat mijn vermogen overgaat in handen van mijn tweede echtgenoot. Ik geloof dat ik het toch had genomen. Ook al had je 500 miljoen bezeten. Maar hoe zit dat nou met deze waaier? Maar lees dan toch wat ik erop geschreven heb. Ik ben een fatsoenlijke vrouw. Vergeef, dat wist ik niet. Ja, dat is goed. Ik kom met me van tijden dan weer. Niemand kent dat een zeeler hoe lijkt. Zwaai, 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 zwaai. Met je zand, met je hand door de zon. Met je kraai is de blauw aan de dag. Op je zwaai, op je rond, op de blok. Zit je bel, is de kou met de kou. Van de Opera en Operettenvereniging Emmen zijn bijzonder.
bijzonder blij dat wij mochten optreden in zo'n mooi decor. In zulke mooie kleding, zo mooi gegrimeerd met zo'n welluidend orkest. We zijn de Eemstalland-regio en de subsidiënten dan ook zeer erkentelijk. De vele medewerkers, echtgenoten, andere familieleden, vrienden, kennissen van onze leden, hartelijk, hartelijk dank voor jullie vele werk achter de schermen. Zonder jullie hulp zijn wij nergens. Vooral het technisch team van de Muzevaal, hartelijk dank. En een bijzonder woord van dank voor Henk Lanting uit Plessingerveen, die gisteren de bejaarden, de bewoners van onze bejaardentehuizen, hier gratis heenbracht en ook weer veilig terugbracht. Dank ik alle leden voor hun inzet, in het bijzonder onze hoofdrolspelers. U zag en hoorde als Cascada en Saint Brioche Wiegertip aan Johan ten Heerbrink. Als baron Mirko Zeta en Jekus, Jan Hofman en Otto Knoop. Thank you.
Haha, ik ben rood. Ik loop ook nog. Ik heb de muts verkeerd, jongens. Maar goed, zo is het goed. Ja, dit is mooi. Gezellig, want die moet zo meteen aan. Van wie is dit? Ik heb geen idee. Leuk, grondpakje. Ja, dat weet ik wel. Vlugel? Dat weet ik niet. Ik weet het niet. Ja, ik heb ook wel anders. Maar goed, uiteindelijk jongens. Als er een dingetje nog meer. Oh, zo. Ik kan niet mooi rijden, geen beter weer met een strikje voor. Ja, eigenlijk. Ja. Ja. Nou, hier. Misschien nog wel even te Leels kan. Oh shit. Sorry. Mooi, hè? Leuk, hoor. Ik heb niks in de stalen, hè, Mio. Kom er even in de stalen. Ik zit er niet. Ik doe wel niks. Ja, rook. Kom er even. We moeten even werken. Ja, dan zal ik toch even op. Is hier een naaigerij? Is hier nog naaigerij? Ja, zeker. Ja? Ja. Mag ik erin? Draag in de deur hier. Oh, ja. Mag ik het van jou dan nog hebben, hè? Mag ik die rare kopjes zo? Dan moet je wel even wat nemen. Jazeker. Maar we zullen er een mooie snoer van maken, hè? Ja, natuurlijk. Dat is heel gemeen wat je deed. Vorig jaar stond ik ook nog in handen kwijt. En dat deed ik ook niet. En stond ik al een volgende. Nee, dat weet ik ook niet. Maar ja, dat had ik niet gestuurd. Sorry, ik moet er wel niet toe. Mijn man zal hier zo zeggen dat ik dat het loopt. Ja, Ja, dat is allemaal van die dollar-witmaatschappij.